Moet je nagaan dat je hier dan dag in dag uit moest vertoeven. De vrouw is aan haar man gehoorzaamheid verschuldigd. Vrouwen waren niets. In een allesbehalve vrouwvriendelijke eeuw begint de vrouwenbeweging. Ja, dit is een mens dat over alle grenzen heen gaat in die 19e eeuw. Het is belachelijk, dat wachten op een man. Het feminisme komt voort uit verveling. Vrouwen voorwaarts, vanavond in De IJzeren Eeuw.